de vice-president Ronnie Brunswijk, die wordt er zaterdagmorgen benoemd tot koning van de Afro-Surinamers. Terwijl de woordvoerder van de vice-president aangeeft dat het hier slechts gaat om een onderscheiding en dat men niet druk moet gaan doen en of emotioneel, zien wij dat er fronsend en ook met heel veel humor, maar ook aan de andere kant met heel veel kritiek wordt gereageerd op de benoeming van de heer Ronnie Brunswijk tot koning van de Afro-Surinamers. Wij vroegen aan parlementariër Patricia Etnel om een reactie en Etnel die ging er als volgt in hierop. Anderen zien het als een stukje humor. Weer anderen, zoals we bij de 50% koopkrachtversterking hebben gehad, heel veel kritiek. We zien op de benoeming van de heer Brunswijk tot koning van de Afro-Surinamers, zoals dat wordt gezegd. Ja. Hoe kijkt u zelf daarnaar? Kijk, ik ben een Afro-Surinamer. En als meneer Brunswijk vindt dat hij tot koning benoemd moet worden, of tot koning geïnaugureerd of geplaatst moet worden, of gezet moet worden door de Afrikanen, de Afrikaanse koningen, dan zeg ik... Het is voor mij een hele vreemde theorie hoe dat kan en hoe dat moet gebeuren. Ik ben de mening toegedaan dat als er een grani moet komen binnen de diaspora van de nazaten van de tot slaaf gemaakten en in deze de Afro's in de wereld, de black diaspora, en op derwang wan gezag voor kisa grani, dat is help de gramans. Omdat ze in ons cultuur van ons Afro zijn, hebben ze een bepaald proces meegemaakt, spiritueel en met de regels om die graman te worden. De graman is groot opperhoofd, heeft een bepaalde functie en rol binnen onze cultuur van Afro-Surinamers. En in het proces van eenwording, dan zouden we die gramans die functie moeten geven. Dus ik kijk naar het geheel en ik zeg, meneer Brunswijk heeft zijn reden waarom hij zichzelf tot die koning wil benoemen. En ik denk dat om hem heen de mensen daartoe ook de reden hebben. Maar de Afro-Surinamers moeten zich hierover uitspreken. En daarover moet er nog veel gezegd worden. En meneer Brunswijk moet zich daarop ook op voorbereiden. Want om jezelf tot koning te benoemen is één. Maar om koning te zijn is een heel belangrijke tori. En om ervoor te zorgen dat je die groep kan vertegenwoordigen in Teerding. Dus het laatste hierover is absoluut niet gezegd. Maar voor mij als Afro-Surinamer en in het proces van eenwording van de nazaten, ik moest terwang. Want leider, samustak ai, die den Afro-Stranama, nou een culturele gezagsdrager, nou een massa abba, agrani, fuchara, ne, fuchawi, lek Afro-Surinamers. Dan zou ik zeggen, laten we kijken naar de constellatie van het traditioneel gezag met de graman als leider. Ja, het werkt binnen onze systemen. Het heeft honderden jaren gewerkt. We hebben er geen last van gehad. Absoluut niet. Laten we daar naar kijken. En laten we geen nieuwigheden gaan benoemen. Waarvan we ook weten dat Asanir ook zo. Maar wat ziet u dit meer als een ceremoniële benoeming? Ik weet niet eens welke soort benoeming het moet noemen.
Je brengt mij in een heel moeilijk parket. Vooral daar waar republiek zijn, met nu een koninkrijk erbij. Dus, weet je, ik wil, dat moet niet op mijn lachspieren werken dan. Maar, ik weet niet hoe ik dit moet plaatsen hoor. En ik denk dat, ik zeg het nogmaals, de Afro-Surinaamse gemeenschap moet zich hierover uitspreken. En er moeten vanuit de maatschappelijke organisaties, moet er iets hierover gezegd worden. Omdat we moeten ons, er zijn bepaalde dingen die we moeten doen en kunnen doen. Weet je, maar bepaalde zaken moeten we weten als we het doen. Hoe moeten we komen tot dat punt? Ja? En de grondwet is duidelijk hoe Suriname bestuurd moet worden. We hebben een trias politica. En we hebben alles eromheen. Dus daarover is er geen discussie. Daarover zullen er ook geen meningen van interpretaties zijn. Maar wanneer het komt op hoe wij als Afro-Surinamers de eenwording moeten bewerkstelligen en gestalte moeten geven, dan zijn er in Suriname onze eigen zaken die we honderden jaren hebben en die we beter moeten gaan koesteren. En ik blijf het zeggen, het traditioneel gezag is er één van en er is zoveel meer om het traditioneel gezag heen. En if we want theory, koteer den grammar.